CLO collectief onder leiding van Michael Miskin, ondanks dat Ronald Hooghart vrijdag op een persconferentie heeft aangegeven dat deze leden geroeid zijn, Miskin er vandaag in KOB een persconferentie heeft belegd. Waarover Miskin het allemaal heeft gehad, daar voeren wij u nu naartoe. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Het eerste punt wat ik naar voren breng voor jullie is, jullie hebben op 16 oktober gezien wat er bij CLO daar is gebeurd. Ik ga jullie 31 jaar terugbrengen om te weten van wat zich daar heeft afgespeeld. Bij Slaansbosbeheer, zodat jullie precies weten hoe meneer Hooghart opereert. Ongeveer 30 jaar terug hadden we een vergadering bij de dienst Slaansbosbeheer, bij de personeelsbond van Slaansbosbeheer. De bond had dus op een gegeven moment besloten om een voorzitter van buiten te brengen. Er was een vergadering gekomen om dat te regelen, maar op een gegeven moment heeft men te lang gewacht en men kon die statutenwijziging niet inschrijven. Er is toen een vergadering belegd daar, volg Boensa Metaki. Er is een vergadering belegd daar en tijdens die vergadering heeft één persoon aan meneer Hooghart gezegd van luister meneer Hooghart, u bent de illegale voorzitter. De statuten van de bond Slaansbosbeheer willen dat de voorzitter van de bond bij Slaansbosbeheer moet werken. Wat heeft meneer Hooghart gedaan? Meneer Hooghart heeft die statuten genomen en heeft die statuten in een prullenbak gegooid. En hij heeft gezegd, ja statuut niet tati, dan power et tati. En toen heeft hij de zaal gevraagd om hem te ondersteunen en de zaal heeft hem ondersteund. En die meneer die dat ding heeft gebracht is toen weggelopen. Datzelfde ding heeft zich afgespeeld daar vrijdag. Geen regels, geen statuten, power. En als niemand iets zegt, dan wordt het legaal toch? Dan gaat iedereen het accepteren. Dat verwacht meneer Hooghart ook. Maar we gaan het niet zo laten. We gaan naar de rechter. We zijn al vrijdag naar de rechter geweest. Maar er komen meer rechtszaken tegen meneer Hooghart, omdat wij richting een verkiezing gaan. Dan weet u dat van hoe meneer Hooghart opereert. Meneer Hooghart neemt ook een statuut en een regels, maar ook een power. Punt 1. Tweede punt. De kwestie van dat verkeerde dingen in de pers terechtkomen. Die zaken wil ik wel bespreken, omdat als hij zorgt die broeia. En ik vraag alle vertegenwoordigers hier, als jullie mochten twijfelen over iets, het collectief is hier, jullie hebben lijnen naar ons toe, bel ons. Ik ga jullie voorbeelden geven. We zullen niet te veel nemen, ik ga een paar nemen. Eerste voorbeeld. Er heeft in een krant gestaan dat jullie 50% loonsverhoging gaan krijgen. Is al met de president afgesproken. Berust niet op waarheid. Volg goed, niet alles wat geschreven staat, berust op waarheid. Als het een radioprogramma is of een televisieprogramma, dan hoor je mij het zelf zeggen of een van de anderen. Als het geschreven berichten zijn, klopt het niet altijd. Twee. De kwestie van Eugène Daniel, dat ga ik wel bespreken hier, omdat meneer Hooghart het daar heeft aangegeven. Op de persconferentie van 23 september 2020 heeft meneer Daniels de gevoelens van de achterban geuit op een persconferentie. De regering heeft me direct gebeld na de beelden te hebben gezien. Zeg van, gaan jullie in actie? Ik heb gezegd van, nee, we gaan niet in actie. Maar meneer Daniel heeft wel de gevoelens geuit van wat die achterban denkt en voelt. Dat moeten jullie wel weten. Toen hebben ze me gevraagd om dat bericht te corrigeren. En een journalist heeft dan geschreven, ja het is een mening van een enkeling. Maar dat heb ik niet aan die journalist gezegd. Ik heb die journalist gezegd, het is de mening
de gevoelens van onze achterban. Dat staat ook in het artikel geschreven, maar in het eindstuk van het artikel schrijft hij zijn mening. Dan ga ik naar het derde punt. Er staat in een artikel in een krant geschreven dat Misken en Hooghart elkaar wederzijds van verraad beschuldigen. Ik heb meneer Hooghart nooit van verraad beschuldigd en hem ook geen verrader genoemd. Dat doet hij continu. En omdat hij dat continu doet, is er nu een politiezaak tegen hem ingediend. Via de procureur-generaal. Wanneer je iemand verrader noemt, is het een belediging. En als je voor die belediging een klacht gaat indienen, wordt dat vervolgd. Artikel 331a, wetboek van strafrecht. Nogmaals, als je iemand een verrader noemt, mag je een klacht gaan indienen bij de politie. Wetboek van strafrecht, artikel 331a. Er loopt ook een politiezaak bij tegen meneer Hooghart. Volgende fout. Een van die elektronische kranten schreef van ja, de rechter heeft beslist dat alles nietig is. Ik heb die journalist gezegd, niet de rechter heeft gezegd, de advocaat heeft gezegd. Maar ik breng dat artikel ook naar de politie, want ook daar in dat artikel heeft meneer Hooghart aangegeven dat hij niet met verraders werkt. Dus dan krijg je dat nog dik op. Dat is ten aanzien van de kwestie van de fouten die in de krant staan. Dan gaan we naar de kwestie van penningmeester. Meneer Hooghart heeft aangegeven dat ik zou hebben gezegd in een bericht dat er naar geldstromen wordt gekeken. Hij heeft gezegd van hij is geen penningmeester geweest. Meneer Swami Prasad is penningmeester, ik ben penningmeester geweest. Laat me het duidelijker zeggen vandaag. Bij CLO heb je één formele rekening. En die rekening, dat beheert de penningmeester. Maar naast die rekening zijn er in de afgelopen tijd verschillende andere rekeningen gecreëerd. En ik ga ze noemen voor u. Je hebt een rekening daar, en ik ben penningmeester geweest, dus ik weet het. Solidariteitsfonds. De penningmeester van de CLO heeft geen zicht op wat er gebeurt op de rekening van Solidariteitsfonds. De penningmeester van de CLO heeft ook geen zicht wat er gebeurt op de rekening van de Stichting Ontwikkeling Productieve Projecten. De penningmeester van de CLO heeft ook geen zicht wat er gebeurt op de rekening van Bouwfonds Surimaribo. Laat me dat duidelijk zeggen. En ik ga u ook nog dit aangeven. Wij als collectief hebben heel veel belangstelling voor het onderzoek bij de Surinaamse Postspaarbank. Omdat er daar onregelmatigheden hebben gebeurd. En waarom ik dat zeg is omdat de bewoners van het CLO-project naar de fraudepolitie zijn gegaan en ze hebben advocaat in de arm genomen. U moet weten dat onze advocaat de Postspaarbank heeft geschreven al langer dan een maand terug. Tot nu toe heeft die advocaat geen antwoord gehad. 2, we hebben administratiekantoor in de arm genomen. Die heeft ook de Postspaarbank geschreven om informatie over de schuldpositie van de CLO. Die heeft ook geen antwoord gehad. Meneer Swami Prasad en ik zijn vanuit ons netwerk hebben wij een afspraak kunnen afdwingen bij de Postspaarbank. De waarnemend directeur toen daar heeft ons gezegd, hij wil het dagelijks bestuur zien. Maar iemand aan die tafel heeft gezegd, we gaan u geen informatie geven, want u gaat die informatie tegen meneer Hooghart gebruiken. Daar Postspaarbank. Dan weet u dat dus. Wij kijken met veel belangstelling uit naar het resultaat van het onderzoek bij de Surinaamse Postspaarbank en wat men gaat zeggen over de kwestie CLO. Want CLO is verantwoordelijk. Wij hadden in eerste instantie gedacht dat meneer Hooghart verantwoordelijk was. We zijn toen naar de notaris geweest en de notaris heeft gezegd nee, CLO is verantwoordelijk. En omdat wij deel zijn van CLO, willen wij die informatie hebben. We willen weten wat de schuldpositie is van CLO. We willen dat weten. Dus we kijken met veel belangstelling uit. Vanuit mijn netwerk is mij gezegd, en we zullen zien of het waar wordt, dat in de vierde week van deze maand
er een interim rapport gaat komen over de kwestie bij de postspaarbank. Maar wij volgen het. Dan weet u dat ook. We hebben verder de kwestie secretaris-generaal. Keer op keer zegt meneer Hoogaert dat ik geen secretaris-generaal ben. Keer op keer zegt meneer Hoogaert dat ik geen secretaris-generaal ben. En weet u waarom hij dat doet? Als hij het 100 keer heeft gezegd, gaat u het geloven? Dat is ook een van zijn modus operandi. Dingen steeds herhalen. Hij herhaalt ook steeds van ja, er zijn 14 bestuursleden, er zijn 5 overgebleven, dus dan ben ik een wettig bestuur. Keer op keer gaat hij het herhalen, dat iedereen het gelooft. Zelfs de regering heeft het geloofd. Dat ga ik u straks vertellen. Nogmaals. Op de persconferentie heb ik dat aangegeven over de kwestie secretaris-generaal. U kunt foto's maken. Er zijn 4 overeenkomsten hier. 4 overeenkomsten zijn er hier. 4 overeenkomsten waar meneer Hoogaert zijn handtekening staat als voorzitter. Mijn naam staat ook erop geschreven en handtekening. En de handtekening van meneer Swami Prasad als penningmeester. Hier op die 4 overeenkomsten staat geschreven dat ik secretaris-generaal ben. Nog mooier weer. Die 3 overeenkomsten die u rechts ziet, zijn thuis bij mij gemaakt. Ik heb ze thuis gemaakt. Dus ik ben secretaris-generaal van de CLO tot op dit moment. Echt wel.